Benieuwd, wat doe jij? En ik heb weer mijn ochtendworkout. Kijk wat ze hebben gemaakt. Ik vind hem wel grappig, want Sarah ziet dus ook wat het is. Ik heb een paar leuke dingen gekregen. Oh, het is een beetje opengegaan in de tas. Dus ik heb aan de ene kant zoiets van, ja, ik moet het gewoon doen. Deze dinsdag. We beginnen vandaag met Sinterklaasliedjes, want Sarah is helemaal weer in de band van Sinterklaas opeens vandaag. Ja, en ik ga even snel een kiwi eten, daar heb ik toch wel wat ontbijt. Je hebt stokjes gemaakt. Voor mijn vriendinnen. Maar je mag nu even snel gaan eten, want we moeten weg en je bent een beetje een treuzeltje vandaag. Dus, en ik wil heel graag op tijd komen, want ik heb een hekel aan het laat komen. Ik doe trouwens altijd mijn kiwi door de helft snijden en uitlepelen. En sommige mensen die schillen hem en eten hem dan. Benieuwd, wat doe jij? Uitlepelen zoals ik of schillen en dan eten? Let me know. En ik heb weer mijn ochtendworkout. En de sneeuw is nieuw en stroef. Dus oh, die slee wil echt voor geen meter. Wil hier een beetje ijzig stuk. Normaal vermijd ik die ijzige stukken met de slee. Is dat fijner? Het is best zwaar met die slee. En ik merk echt dat mijn conditie van al dat thuis blijven echt wel achteruit is gegaan. Ik heb het gewoon zo niet meer gewend. Mijn haar zit ook echt heel mooi, maar ik heb hem net opgehaald net. Zo, even lekker brood, thee en warmte. Ik heb vandaag geen legging aangedaan, want al mijn legging zit in de was. Oh. En ik merkte echt het verschil, hoor. Als je een legging aan hebt, dan die broek is het toch wel echt een stukje warmer. Flinke ronde door het huis gaan. En ik heb nu een was nog draaien. Moet ik zo ophouden, maar ik heb even thee gezet. En ik vind nog steeds de lucht in huis erg droog. Dus toen dacht ik, misschien spoof mijn thee al gaat beter. Het werkt wel, hoor, het pakje met vocht. Maar nog niet genoeg. Ik heb allemaal dingen in de vaatwasser gezet. Die wel even een beurt nodig hadden. Dus die is nu aan het draaien. Dus mijn huis is nu voor zichzelf bezig, zeg maar. Ik denk dat ik ook die robot zo even oplaat. En dat ik die even loslaat nog. Als het aan de deur uit moet. En ik moet zo even de drinkfles van de konijntjes weer verwisselen. Want deze is weer helemaal ontdooid. En elke keer zodra deze binnen ontdooid is, verwissel ik hem. Ook al is die ander dan nog niet bevroren. Zodra deze ontdooid is, moet die gewoon naar buiten. En dan liever een keer te vaak dan een keer te weinig. Oh, zo net te heet. Dus ik heb eigenlijk zin om een dag gewoon niks te doen. Ik heb gewoon geen zin vandaag. Ik heb heel veel gedaan, maar ik heb gewoon geen zin. Ik denk dat het ook komt door al die weken dat je zoveel tegelijk moet. Of het nou allemaal wil of niet. Dat ik even zo'n gevoel heb van, ja, letterlijk ook gevoel. Ik heb net even een rustmomentje genomen. Gewoon even chill voor mezelf aan mijn hoofd. Dus en toen wilde ik naar boven gaan, de was ophangen. Want dat wilde ik doen voordat ik zo weg moet. En toen was ze nog niet klaar. Dus ik had geen zin om helemaal naar beneden te lopen. Dus ik ben op bed gaan liggen. Want hij duurt echt vijf minuten te vroeg. Of in ieder geval, nee, niet te vroeg. Hij doet er dus 5 minuten langer over. Want omdat ik wist dat hij redelijk klaar ging zijn voordat ik weg moest, had ik een wekker gezet. Maar helaas. Oh ja, de afspraak die gaat zo niet door. Ik werd net geappt. En toen dacht ik, nou, ik ga meestal toch langs mijn moeder om een bakje te doen. Dus nu ga ik Sarah verrassen dat we in plaats van dat even een bakje weer samen bij oma gaan doen. En dan zijn we er toch nog weer even uit. Voordat we naar huis moeten en ik moet gaan koken. En nu moet ik nog 4 minuten wachten. En nu is het tijd om me weer in te pakken en de deur uit te gaan. Was hangt gelukkig. Of had ik dat al verteld? Ik weet het niet meer. Het is zo haast af en toe.
heb mijn jas even hier laten houden. Van toen ik de konijntjes ging doen. Dus gaan we even lekker dingen inpakken. En dan ga ik Sarah ophalen en verrassen. Sarah is uit school. Oh, even sneeuw van de rijden. Dit had ik net ook al. Dit werkt niet, die mut. Oh, en je afspraak gaat zo niet door. Dus in plaats daarvan gaan we even langs oma. Langs oma. Gaat de afspraak niet door? Ze had auto pech. Dus de auto stond stil. Dus daar is wel iemand nu voor. Iemand naar haar naartoe brengen. Schat, het gaat niet. Dus we gaan even langs oma gezellig. Kijk wat ze hebben gemaakt. Ik vind hem wel grappig, maar Sarah ziet dus ook wat het is. Een pingel. Ja. Zo, en het was super leuk bij oma. Super leuke verrassing. Ik heb met oma pesta gespeeld. Super leuk was het. Ik heb lekker gegeten, koekjes gegeten. Heerlijk. We zijn weer thuis. Oh, vraag. Maar hij lijkt wel rood. Moet sowieso verven. En ik heb een paar leuke dingen gekregen. Oh, het is een beetje open gegaan in de tas. Dus zeggen de schooltas nog. Ik heb een paar spelletjes erbij. Weerwolven. En deze doos is dus een beetje opengevallen. Maar Trivial Pursuit, die ik een beetje onhandig laat zien. Maar anders valt alles eruit. En ik heb Pictionary. Dus... Mag ik muziek opzetten? Je mag zo muziek opzetten. We hebben weer wat nieuwe spelletjes om te spelen. Ik ben ook gelijk aan het koken. En Marco die had de boodschap gedaan. Maar die had wel haast. Dus had alles, de koude dingen had hij weggezet en de rest van mij laten liggen. En ik heb dit spaghetti en ik vind het zo leuk om die buizen dan weer helemaal te vullen. Ik vind het ook echt gezellig staan. Alleen past nog niet bij de rest van de keuken. Maar dat wil ik toch omgooien. Ik vind het toch wel helemaal handig. Ik vind het echt leuk om die buizen echt helemaal vol te hebben. Dat is gewoon echt leuk. Hé hey Sarah, nou heb ik weer heel veel gewone spaghetti. Dan moeten we binnenkort maar weer pasta semi eten. Ze hebben die pasta die ze zo lekker vinden. Ze en Mila hebben we pasta semi genoemd. Naar Sarah en Mila. Heb je wat geleerd van de dansjes? Het is zo grappig, we gingen pas die dansjes van vroeger doen. Dus Sarah is helemaal in de boom van. Kijk, dit ziet er toch gewoon heel leuk uit. En er past gewoon 1,5 kilo in. Dus elke keer als ik hem vul, doe ik hem ook gelijk helemaal echt vullen. Ik heb net Sarah op bed gelegd. Marco komt net thuis uit zijn werk. Die komt naar beneden. Dat was Sarah ook wat rust aan zeggen. En die mag eten. En ik ben thee aan het zitten. Ik had net echt alles klaargezet om te gaan editen. En Marco was in bad gegaan. En toen wilde ik echt net beginnen. Hij stond helemaal al ingeladen klaar. En toen kwam Marco naar beneden. En toen zijn we Modern Family gaan kijken. En nu is het 10:45. En heb ik gewoon zo geen zin meer. Ja, ik was gisteren weer helemaal bij. Dus ik heb aan de ene kant zoiets van, ja, ik moet het gewoon doen. Maar aan de andere kant heb ik echt zoiets, ik heb echt geen zin meer. Ja, ik heb morgenavond ook niet echt veel te doen. Dus ik weet niet wat ik ga doen. Hij staat verder wel klaar. Ik denk dat ik gewoon even geen zin heb. En ik heb bij de thee heb ik nog een beetje kaakjes, want die had ik nog. Dat doen ze altijd trouwens met een klemmetje, want dan blijven ze beter. En deze liggen. Dit is Milk Break met de roze framboos aardbei of zo. Oh, ik vind deze dus echt zo verschrikkelijk lekker. Ik probeer hem open te maken om te laten zien, maar ik lukt niet. Het is nog nooit zo slecht open gegaan. Maar dat is... deze. Oh, deze is zo lekker. Hij is alleen niet overal te koop. Ik heb eerst een stukje geëdit. Ik heb het niet helemaal afgemaakt, maar ik denk, ja, ik heb echt geen zin. Maar heb ik toch wat gedaan. En toen ben ik nog even gaan hangen en tv kijken. En nu ga ik naar mijn bed. En weer netjes voor tijd. Dus tot mezelf. En nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!